Duitse prins. Kijk dan maar. Zie je, waarom staat er een crossmotor in je woonkamer? Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben 2 speelgoedwinkels verder en 2 pinautomaten verder. En ik heb helemaal niks bereikt. Gio en Luciano zijn vandaag jarig. Gio wilde graag geld hebben, want die spaart. Die is aan het sparen, dus ik wilde even geld pinnen voor hem. Gewoon buiten gebruik. Gewoon alle 2. En 1 was in Amsterdam en 1 is hier. Gewoon in Zeewolde. Dan ging ik naar 2 speelgoedwinkels, 3 zelfs, 2 Intertoys en een normale speelgoedwinkel, allemaal gesloten. En ik denk, hoe kan dat nou? Het stond allemaal, het is open. Oh, dankjewel, die geeft me voorrang, terwijl het niet nodig is. Wow, het is weer druk hier. Maar in ieder geval is het niet gelukt. Het bleek Pinksteren te zijn, was allemaal dicht. Ik had echt iets leuks zien voor Luciano. Maar dat houden ze dan te goed. Hoe kan het nou? Ja, en ik heb sowieso nooit cash, dus ja. Zo, het is wel gezellig denk je hoor, bij familie Chirac. Moet je kijken jongens, hé. Wat een auto staan hier. Gezellig, hé. Overal auto's, hè? De hele straat vol. Populair gezin, hè? Hebben we daar de jarige op? Hallo! Hij gaat op zijn verjaardag laten zien hoe goed hij kan springen, Luciano. Hier lekker in het zwembad. Zo, het is heet hier. Alle kinderen. Oké, bommetje! 1 en 2. Met een aanloop. Hey! Op je knieën, toch? Dat is niet op de knieën. Chaos hier. Bommetje! Oh, plat op zijn pens. Heerlijk, joh. Let op, hè. Let op, kijk. Wat ga jij doen? Wat ga je daarmee doen? Ga je duiken? Let op, gaat hij water opzuigen en dan gaat hij... Let op. Hey! Kijk hoe blij die is! Shade, zo niet te schrikken joh. Heb je ook saté? Ja, dat komt. Daar zo. Dat is grapje. Nou, het zit nog in je mondhoeken volgens mij. Nee, kijk dan, het is helemaal zwart hier. En op je shirt en zo. Hey, wij vliegen nog lekker naar je pizza, hè? Ja, ik voor de eerste keer ga bij slapen. Ja, als je iets slaapt bij mij, omdat ik lekker dichtbij schijn om ook. Fucking leuk, het scheelt even. En wij vliegen voor de Focus Drink Commerce, voor de nieuwe smaak. Vliegen leuk. Nou, vliegen wij naar je pizza, teringleier. Op die trip? Ja, sowieso. Jij hebt het vlees nog op iemand op je tanden. Ja, ik voel het. Het is helemaal heet tussen mijn tanden. We gaan een commercial opnemen. Voor nieuwe smaak Focus en daarna gaan we helemaal los. David Guetta toch zo? David Guetta, ja. David Guetta. Gio, voel je een beetje jarig? Overdagen. Een beetje. Yeah. Wat heb je gekeken? Thuis. Niks. Ja, jij wilde geld hebben, had je gezegd. Ik rijd naar een pinautomaat. Buiten gebruik. Hier. Ik rijd door naar Zeewolde, bij de ING bank. Buiten gebruik. Ik rijd naar geldmaat, buiten gebruik. Nou, maak toch even een roodje over. Ja. Zie maar, Tiki. Nu gewoon 2 van 750 euro. Ja. Oké, wedstrijdje. Jan versus Shahid. Wie het langste hand erop kan houden. Ja. Kom dan. Ja, hand erop toch. Ja, hand erop jongens, hand erop. Wie het langste... Nee, ga liggen dan. Ga liggen. Leg hem erop. Wacht, doe ik links, ja. 3, 2, 1, kom. Met links. Ja, nu met links. Kom dan. Sommige ezels stoten zich niet tegen. Beter met links. Nee, niet meer. Je hebt sowieso verloren. Midden heel op links. Sowieso verloren. Ja, met je eigen. Met je balzak. Respect dat je wel gewoon je hand er gewoon een paar keer op legt. Hey, ik heb nog nooit een ezel gezien die 3 keer aan dezelfde steen. Het scheelt Jan, dan hoef je niet meer te werken met rechts. Hij komt zo nog een keer. Ja. Oké, nu hier. Maak hem nou dicht. Ah, oh, kijk dit. Kijk dit. Waar ligt die oor? Hey. Deze beestjes echt. Wat gebeurt hier allemaal? Dat is niet normaal, hè? Wat gebeurt hier allemaal? Het gaat helemaal nergens. Oh god, ik dacht dat ik hier gooi ermee. Oh. Nou Jan, en nu met je leuter. Kijk dan, moet je kijken hier. Oh, zie je nou! Go!
gast! Gast! Gaat goed! Maat! Is dat echt zo? Ja, hij stopt nu. Hij stopt, hij moet dichtbranden. Kijk dan, het komt helemaal onderuit. Weet je, maar hij doet echt goed. Dit hoort er niet. Oh mijn god, gaat goed. Oh! Jade, gelijk story maken! Oh, wat duur! Met je pik, want mijn biefstuk staat in de fik! Ja, je moet het niet verneuken, man. Nee, je moet het lekker. Kijk dan, we gaan niet, man. Barbecue bij Jade. Zet hem even uit. Is het echt zo? Draai hem even dicht. Dat gaat het vuur. Gaat hij hem uit? Ja, maar het hoort niet, maat. Kijk dan, maat. Dat is een verhaal, man. Hij was op voor dit flesje. Nee, 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 maar als hij nu klaar is, is hij hé, hey, zo gaat je hele... Je lak gaat eraan zo. Die verre. Dit hoort toch niet? Dit hoort niet. Barbecue op ijsje heat hoort wel zo, denk ik. Doe zo mee. Doe me over. Dit gaat gewoon goed. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan dit ook? Is een gas, denk ik. Die fles. Zet hem uit dan. Hey, draai die fles eens los, Floris. Dit gaat zo helemaal fout staan. Wat ga je doen? Ik heb die je hele lak gaat eraan zo. Oh, jij gaat gewoon door toen die barbecue weg wordt gekregen. Gaat goed. Ja, hij wordt boos. Hij wordt gewoon boos. Jij is gewoon maar meidig. Oh. Hij stopt. Hij stopt. Dit gaat echt helemaal. Hij wordt gewoon bezig nu. Maar hij is ook zo bipolair. Hey, hij gaat helemaal stuk. Hey, fuck you. Hey, fuck you. Hij is toch lekker. Lekker stukje vlees. 300 euro gram. Helemaal zwart. Kijk dat stuk. Die is een beetje. Die is groot. Hey, heb je een slijptol? Ik ken er nog wat mee. Dat is prima, zegt hij. Maar prima. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik denk dat er is zoveel vet in, dat, in die bodem gekomen, ja? Dat het gewoon nu in de fik is gevlogen. Ik zweer het. Shit, is hij nog tevreden of niet? Ja? Ik redde hem gelukkig. Ja, heb je hem gered, ja. Hij is wel verbrand hoor. Hij smaakt verbrand. Gewoon zonder. Hij is lekker. Hij is lekker. Dit gaat hij is top. Hij is lekker. Jij hebt het recht om te eten, maat. Je hebt het recht om te eten. Het is gewoon... Next level. Moeten we in therapie, mannen? Is dit... Dit is goed. Shit, hou dat nest bij jezelf. Ik heb ze van minder gestoken. Ik heb ze van minder gestoken. Maar waarom ben je dan... Waarom ben je... Wat triggerde hij bij jou? Kijk, mijn hele huis gaat even in de fik, man. En hij zei, oh, nou, dicht. Er is een gasfles achter. Ik ben Mr. Vodka. Het is wel weer leuk aangekleed, hoor, voor de kids. 420... Oh, nee, net niet. 1, 2... Hè? Hij is... Nee, 4 en 12. 4 pas, hè, die kleine Luciano. Maar we kunnen hier foto's maken van onze blote billen. En dan kan je het airdroppen naar jezelf. Foto. 5, 4, 3, 2... Dat past er net niet op. Oh! Volgens mij is het niet gelukt. Dat is mijn lul, maar... Oké, wacht. Nu even goed, nu even goed. Hij staat er niet op. Oh, wala, wala. Kijk of zo. Oh, ja, airdrop hem even. Maar je kunt hem ook uitprinten, toch? Ja, ook. Doe hem ook. Doe ook printen dan. Hier, kijk, ik kan gewoon airdroppen naar jezelf. Wat ziek is dat, hè? Een apparaat. Jeet, waarom staat er een crossmotor in je woonkamer? Hoezo? Ja, dat is een crossthema. Crossthema. Zo leuk aangericht, hoor, dit. Op mijn verjaardag zou ik mijn lampje hier binnenstellen. Foto! Gezellig, mannen. Onvergetelijke verjaardag dit. Wacht, blijf met je dik. Zie je er slecht op trouwens? Zo jij, goedemorgen. Zo, jij hebt ook al een paar. Hey shit, wat een mooie foto, gek. Ja? Ja, ik blur wel even onze billen, want anders dan vindt YouTube het niet heel leuk. Hij is top, hè? Hij is goed, hè? Ja, hij is top. Je ruikt hem bijna, die foto. Don't 4 jaar en Joe 12 jaar. Ik ben jullie vader. Ja, nou gelukkig niet. Dat gaat helemaal fout, denk ik. Maar het is toch ziek, zo'n apparaat? Je hebt een printer erbij. Dus je kan uitprinten. Hier liggen al die foto's. Of je kiest er gewoon voor om het te airdroppen naar jezelf. Wat lijp, hè? Eelco, wat ga je doen? Nee, links. Eelco, wat ga je doen? Ja, wat schouder erin? Hij mag wat slaan. Hier. Deze verjaardag wordt niet mannelijker. Vuur, barbecuen. Zo, ik doe het voorzichtig.
Heel kort. Oh. Een mooie kerel, hè? Heb jij wel gevoel? Nee, helemaal niet. Ik mag ze dat niet doen. Ik moest hem heel uit thuis brengen. Hey, wie de bal kaatst kan terugverwachten, of jij? Jij bent zo. Maar is het niet zo? Gewoon nog een puntje. Doe bij hem. Bij hem dan. Ja, hij kan wel handelen. Je maakt hem dood, Jan. Nee, ben je gek? Ik ben hier de dunste, ik ga gelijk dood. Nee, mag wel, doe maar. Nee, ga jij staan dan? Je kan hem op zijn bek staan, want hij heeft toch net tanden. Nee, ik ga niet op zijn bek. Nee, kom hier, ik film niet. Nee, ik ga dat niet doen. Oh, slaan. Nee, doe ik ook niet. Daar hou ik niet van. Ga ik niet doen, hou ik niet van. Nee, je bent een tata. Ja, dat jij nou allemaal Marokkaans bent. Ga niet nog mee. Juist, vraag je schoonvader. Ja, dat is op zijn levenslijn slaat in zijn gezin. Ja, je hebt zoveel bier op. Ja. Hoeveel komt het belaffen? Ik ben niet gemaakt voor deze shit. Ja, maar doen jullie dat dan even? Privé nummer. Doen jullie het even? Oh, safe by the bell. Hallo, meneer Jan. Hi, Jan. Gewoon niks. Die moet nou niet meer. Luciano, op Ilko! Op Ilko! Pak Ilko! Hij is zeiknat! Kijk zijn kop! Op Jan! Kinderen, joh, wat meedogenloos, hè? Pak hem, Luciano! Luciano! Nog een keer! Het boeit jou ook allemaal niks meer. Het is in mijn gereed. Jij zat lekker veilig achter die pilaar hier. Oh, wat een weer. Gelukkig gaan we naar Ibiza. Oh. Hey, koffertje mee? Dan gaan we, hè? Oh, we nemen het weer mee. We nemen het weer mee. Nou, ik hoop het niet. Ja. Ga jij maar rennen. Oh, wat een verjaardag. Ja, hè? Jij kwam heel laat, maar het was in één keer gezellig. Ja, maar ik heb super lang zitten editen vandaag. Het was fucking gezellig. Oh. Het was heel raar. Het was heel rustig. Brand in de tent. Het was heel rustig en ik kwam binnen. Het escaleerde. Terwijl ik had er niks mee te maken, maar ik vond het wel top. Maar wat gebeurde er als eerste dat je binnenkwam? Gelijk lag dat toeval, wat je precies ook weer gefilmd had. Ja, weet ik veel maat wat er allemaal gebeurde. Ik heb helemaal doodgelachen. Oh, we moeten wel op tijd naar bed vandaag. Ja, we moeten 2:30 misschien wel zijn. 2:30 s'nachts. Ja, ik moet nog een hele vlog editen. Ja, ik kan gewoon vroeg naar bed. Ik moet nog facturen doen. Ja, kijk maar. Dus chill, ga maar in mijn kantoor zitten, ga jij facturen doen, ga ik editen. Kijk, ik heb er... Hoeveel facturen moet je doen? Meppel 130, Tegel de Po 89, Megadump Tiel 65, Megadump Wormer 28, Eindhoven 28 en Dalen 27. Hoe dat dus werkt is dat je hier dan een app en dan heeft hij allemaal facturen van allemaal klanten en weet ik veel wat. Een soort Tinder van facturen. Ja, en dan kan hij goedkeuren of afkeuren en Sheet bekijkt elke factuur of er een fout in staat of dat hij geld kan besparen. Ik bedoel, hij is gierig genoeg aangelegd, dus hij is perfect voor gemaakt. Soms geef je dingen uit of het niks is, maar aan de andere kant zit je er ook weer op. Als jij al die facturen checkt, dat scheelt op jaarbasis. Ja, wel geld, in zo'n bedrijf kost dat heel veel geld. Omdat je heel veel met automatische koppelingen werkt, zeg maar, met leveranciers. Dus als op een gegeven moment de leverancier... Zakelijk, hè? Nee, dan kunnen hun, zeg maar, een koppeling, als die niet meer werkt of zo, en die vaste prijs die ik wat onderhandeld, in één keer uit het systeem staan, kijk in één keer, what the fuck, weet je? En dan wordt het weer op terugwerkende kracht, wordt het weer... gecrediteerd, maar ja, dat is het. Voor de mensen die het wilden weten. Het is saai voor de groep. Er zijn ook mensen die het interessant vinden. Ja, dat is waar. Shahid en Sharake. Oh, wat? De eerste keer. Ik heb honger nog. Nou, dan bestellen we toch even wat. What the fuck, is dat nog steeds niet gerepareerd? Nee, jij zou toch een nieuwe deur regelen, had je ooit gezegd? Nee, jij zei dat je het gefixt. Ja, zelf een deur gaan betalen, ja. Die wordt denk ik over een weekje of twee geslaagd. Dat Robert dat geregeld. Ja, mijn aannemer. Oh. Ja, klopt. Nee, ga ik niet doen, joh. Nee, joh, mijn hele huis is toch tegel de po. Ja. Oh. Je had gewoon moeten zeggen dat je het raampje had doorgeslagen. Oh. Normaal zeg ik tegen mensen, doe alsof je thuis bent, maar doe jij dat vooral niet. Zo, wat is het koud hier. Het is 20,8 graden. Ja. Nee, we hadden in de auto het ding aan. Je bent echt moe, zo zie ik jou bijna nooit. Zat je er toen op? Zat je er toen op? Ik heb jouw drol horen vallen. Ja. Ik zei. Ja, ik hoor. Plons. Het waren echt 4 of zo. Ja, dat was het hert. Het was? Het hert. Het hert. Hert. Heb je er ook die hier? Ja, allemaal keutels waren het. Zo wij het ook gewoon in elkaar gaan. Hert. Filet. Hart. Oh, ik
ben ik al lang niet in de zes aan. Ja, die ook nog steeds niet af is. Oh nee, dat... Hier, er moeten hier nog lampen opgehangen worden. Ik moet nog steeds een nieuw bed krijgen, weet je. Hang alsjeblieft een peertje op. Gewoon. Een peer? Ja, weet je niet een peer? Nee. Lampen draaien. Lampen. Dat is iets anders volgens mij. Waar slaap je? Ja, daar, dat is de logeerkamer. Rest. Hoeveel... Alleen Okke slaapt hierin. Ja, met? Alleen, alleen. Okay. Alleen, alleen. Deze kamer moet je niet komen, dat is meeste kamer. Oh. Ja, ik ruik het al. Oh nee, dat is de wc van net. Holy shit, hoeveel wijf heeft hij hier? Ja, geen. Geknuffeld. Oh, dat weet ik niet. Nee, dat doet meestal niet. Nee, behalve als die wakker is. Hé, hey, vet achtergrond. Dat hebben we speciaal gedaan. Shahid, die komt hier letterlijk zelf. Oh, gek. Oeh. Ja, jezus. Het blaf was een hond. Hey. Dat is top. Lekker, hè? Oh. Het staat nu allemaal op wit, maar je kan dus alles op andere kleur zetten. Thuis hebben. Ja, dat gaat niet lukken. Als je ook, dan gaan jouw kinderen het mollen. Nee, gewoon in de kelder. Ja, maar dit is echt niet kidsproof, dit hoor. Echt heel vet, hè? Ja, hè? Dat was ook een leuke dag, jongen. Ja, dat was een leuke dag, hè? Die kussen die ik heb gegooid. Ja, dat was een goede dag. Deze beetje. Ja, wat ze... Metaal of zo. Hè? Metaal. Brushed aluminium. Dat is ook dik, hoor. Hoezo zit je erop te kloppen dan? Ja, ik ben geïnteresseerd in het materiaal. Ja, je kan er geen tegelpotten van maken, dus... tegelpotten, wat zeg ik, joh? Ik ben blij mee dat ik toch tegen jou heb gezegd dat je ze niet over je dingen moest... Ja. Oh. Dit is wel echt een heel memorabel momentje, je ziet. Nou, ik heb dit huis al af, anderhalf jaar, sinds de verbouwing. De helft van wat je van mijn huis ziet, komt van jou deel ook al af. Het is gewoon zo van thuis komen. Ja, van jou is het thuis. Dus je denkt, kut, dit heeft me geld gekost, Oh nee, wacht, dat is promo. Ja, maar het heeft opgeleverd. Ja. Ik heb opgeleverd, hè. Ja, tuurlijk. Dat is investeren. Ja, dat is investeren, ja. Maar top, ik heb er zin in. Ja, nee, maar wat ik wilde zeggen is dat deze guy probeer ik al anderhalf jaar weer te laten slapen. Maar dan zegt hij, nee, zodat de mensen bij jou zijn druk, moet goed slapen. Als je het ergens op goed op gaat, is het zijn slaap. En aandacht natuurlijk, niet vergeten. Ja, eindelijk blijft die keer slapen en wordt het slapen, ja, het is nu 10 uur 's avonds. Je gaat alvast slapen, ik ga verder editen. Nou, tel even, we moeten 2:30 op Schiphol staan, dus we moeten uiterlijk 2 uur wegrijden, gewoon voor de zekerheid. Ook al is het makkelijk. Nog 4 uur slapen. Ja, maar ik pit dan het vliegtuig. Hoe lang is vliegen? Ibiza, 1,5 uur, 2 uur? Ja, dat is gewoon opstijgen, dan komen die chicks weer met, bestemmen, hè. En dan, ja... Is het dan weer klaar? Maar ik moet het even meemaken. Kom, we gaan naar boven. Ik wil jou in dat bed zien liggen. Dat dit gewoon echt gaat gebeuren. Maar eigenlijk was het de bedoeling als ik hier zou pitten dat we gaan zuipen of een feestje pakken of uitgaan in Amsterdam. Maar ik ben hier al blij met dat hij daar een keer is. Zo. Ik moet wel even douchen nog, hoor. Hij gaat er gewoon echt liggen. Hij is hier gewoon echt. Ja, hij heeft een verlengsnoer met een oplader. Is dat mijn oplader? Nee, die heb ik net aan mijn koffer gepakt. Maar... Oh. Tuurlijk heb je die bij je. Hij ligt nog een slipje. Maar je wekker, hè? Hoe laat gaan we de wekker zetten? 2 uur. Nou, succes ermee. Je staat er niet eens. Daag! Slaap lekker, maat! Yo! Raar, hè? Dat is zoiets simpels. Zo'n glimlach geven, dat is toch helemaal goud. Wat ik ga doen, is dat ik ga 2 vlogs editen. We hebben zulke vlucht. We gaan echt maar voor heel kort naar Ibiza. Eigenlijk 1 dag maar, 1,5 dag. Dus wat ik ga doen, is ik ga 2 vlogs editen achter elkaar. Normaal edit ik... edit wel vaker 2 vlogs op een dag natuurlijk. Dan voor de vlog van... Laten we zeggen, ik sta op vandaag. Edit ik de vlog van 5 uur. En dan in de avond weer de vlog voor morgen. En soms dan 1, dus sowieso wel eens 2 per dag. Maar nu gewoon 2 achter elkaar. Maar dan ben ik altijd helemaal overprikkeld. Want ik herbeleef mijn dag dan natuurlijk. En dan 2 keer. Dan... Maar zulke kutvluchttijden als die al inplant zijn ze sowieso op tijd. En dan, dan maar even een beetje moe zijn morgen. Misschien haak ik wel door vannacht. We zien het wel. Ik ga lekker werken hier zo in mijn studybal. Oh, wat ben ik moe. Niet normaal. 2 vlogs verder. Ik heb het geëdit. Ziet ligt al lekker een paar uurtjes te slapen. Het is nu 1:15. Dus dat betekent dat, dat we zo gaan rijden. Want we gaan Okke ophalen en dan gaan we naar Ibiza. Dus 2 uur ongeveer bij Okke zijn. Dus ik ga je even wakker maken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze krankzinnig gekke verjaardagsvlog. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben. En dan zien we jullie morgen 5:00. Een reisvlog. We gaan naar Ibiza. En anders niks. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video, toppers. Later. Ja, maar. 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 Ja, maar.